Ons land telt nog meer dan 900 molens, waaronder goed geconserveerde als de stadskorenmolen De Gooier in Amsterdam-Oost. Dankzij verenigingen als de Hollandse Molen en de Zaanse Molen, en ook met behulp van monumentenzorg, zijn tal van bovenkruiers, binnenkruiers, onderkruiers, grondzeilers en hoe ze allemaal nog meer mogen heten, behouden gebleven of in oude glorie hersteld. Bij de Wipwatermolen van Kokkengen hebben aspirantmolenaars onlangs, ten overstaan van een commissie van deskundigen, het kruirad bediend om het bovenhuis naar de wind te draaien. En ze hebben alle andere werken verricht die een molenaar geregeld te doen krijgt, zoals het voorleggen van de zeilen op het hekwerk. De examinandi werden onder meer op de vingers gekeken door de heer Prins, de voorzitter van het vrijwillig molenaarsgilde, waarin alle amateurmolenaars verenigd zijn. Het ophalen van de vang, eigenlijk het losgooien van de rem, dient om de wieken te kunnen voordraaien. Maar omdat er op de examendag geen wind stond, deden de deskundigen dat zelf maar. Het molenaarsvak sterft uit, maar door de cursussen onder auspiciën van de vereniging De Hollandse Molen blijft de kennis van het vak bestaan. Wie naar genoegen van de commissie het examen heeft afgelegd, waarbij ook nog een theoretisch gedeelte hoort, krijgt een brevet van bekwaamheid. Bij de leerlingen zijn afstammelingen van molenaars, artsen en zakenlieden. En er hebben zich zelfs al vrouwen gemeld. De geslaagden kunnen het vak als hobby beoefenen bij gemeenten, particulieren of organisaties en verenigingen die molens bezitten. Daardoor blijft een uniek stuk techniek uit voorbije eeuwen in goede staat en kunnen deze en komende generaties ervan genieten. Dat bewijzen onder andere de prachtige molens van de Zaanse Schans bij Zaandam.